Flexitarisme is eigenlijk is een beetje een nieuwe trend en hij wordt, of een nieuwe term liever, en hij wordt op verschillende manieren ingevuld. Wij zouden het liefst hebben dat hij ingevuld wordt als betekenende dat iemand die dus eigenlijk de hele tijd vegetariër is of vegetarisch eet, maar dan af en toe een uitzondering maakt wanneer hij bijvoorbeeld niet anders kan. Maar ik heb ook al gemerkt dat de term gebruikt wordt om part-time vegetariërs aan te duiden eigenlijk. Dus mensen die zeggen van 3 keer in de week vegetarisch en 4 keer in de week vlees of zoiets. Ik denk dat flexitarisme een beetje zijn oorsprong vindt in het feit dat vandaag helemaal vegetarisch en consequent 100% nog altijd niet zo gemakkelijk is. Dus denk maar aan sociale aangelegenheden waarbij dat je bij je grootmoeder of ergens op een zakendiner moet eten en dan ga je al rapper zeggen van oké, er is hier niks te vinden, ik ga vandaag vlees eten. Of kan zijn dat je, bijvoorbeeld ik zelf heb heel lang uitzonderingen gemaakt voor ribbekes. Dus omdat je het heel graag eet, kan je bijvoorbeeld zeggen van oké, ik maak hier nu een uitzondering voor. En op die manier is vegetarisme of vegetariseren ook minder afschrikwekkend voor mensen, denk ik. Mensen gaan niet iets hebben van oké, ja, ik zou wel ergens willen vegetariër worden, maar dat zou ik echt niet kunnen missen. En wel, dan zou je kunnen zeggen van oké, ja, als je dat echt niet kunt missen, eet het dan af en toe en noem jezelf flexitariër. Het is heel moeilijk om rekening te moeten houden met iemand die vegetarisch is. Dus dan zou je ergens kunnen zeggen dat het wel gemakkelijk is dat op sommige momenten dat hij toch zegt van oh, oké, dan zal ik nu toch maar vlees eten. Maar dan ben je niet meer principieel bezig, vind ik. Dus als je vegetariër bent, dan kan ik daar ergens nog begrip voor tonen omdat je het puur uit principe doet van ja, die dieren die lijden eraan en ik wil daarom geen vlees eten, ik wil daar niet aan meedoen. Maar als je dan op andere momenten wel vlees eet, omdat dat net op dat moment beter uitkomt, waarom kan je dan niet altijd vlees eten? Ah ja, het vlees is dan toch geslacht en het gaat dan, als je dan toch soms kan zeggen van ah wel, dan koop ik het nu wel en op andere momenten niet, ja nee, dan kan je al even gewoon altijd vlees eten, vind ik. Flexitariërs die, ik denk dat al op kleine beetjes een beetje kunnen helpen, dat is een heel goed initiatief als die mensen het vlees niet helemaal kunnen laten, dat die dan toch al een beetje hun best gaan doen, zoals het initiatief van Donderdag Veggiedag, van Ethisch Vegetarisch Alternatief. Ik sta daar volledig achter. Nu, om het verschijnsel van het flexitarisme zo'n naam te gaan geven, dat is misschien een beetje overdreven. Of, ik vind die term heel moeilijk definieerbaar. Wanneer is iemand flexitariër? Is dat bijvoorbeeld als hij om de paar maanden is geen vlees eet, als hij elke week geen vlees eet? Naar mijn weten hebben mensen vlees nodig. Uw lichaam heeft dat gewoon nodig om goed te groeien. Uw lichaam heeft altijd evenwichtige voeding nodig. Je hebt zelfs suikers nodig. Soms is het ook gezond om een cola te drinken. Net zoals dat je ook vlees nodig hebt. De mens is daar net gewoon... Uw lichaam heeft dat nodig. En net daarom noemen ze ook... Ah ja, vegetarisch voedsel noemen ze vleesvervangende producten. Ik vind dat gewoon al genoeg bewijs op zich. Dus je hebt vlees nodig, dus moeten ze het gaan vervangen, zo gezegd. Maar ja, als je lichaam vlees nodig heeft, waarom dan niet gewoon vlees eten? Ik ben al 7 jaar vegetariër, 7,5 jaar ondertussen. Ik ben vegetariër geworden op mijn 14e, ik ben nu 21. Ik heb dat gedaan toen ik 14 was, vooral om de reden dat het erg was voor de dieren. Ondertussen is dat veranderd. Momenteel is het meer een ecologische kwestie voor mezelf. Ik denk dat vlees eten momenteel ecologisch niet meer te verantwoorden valt. Ik ben absoluut niet van plan om minder vlees te gaan eten, net omdat de vleesproductie CO2 zou veroorzaken. Ah ja, een grotere CO2-toename zou veroorzaken of zo. Ik denk dat het moeilijk is als je echt volledigheid de wollen sok wil gaan doen en de CO2-uitstoot tot nul reduceren, wat trouwens ook volledig onmogelijk is, dan denk ik dat het al veel meer zin heeft om vaker de fiets te nemen in plaats van de auto, dan dat je zou gaan zeggen dat je minder vlees gaat eten. Het was de bedoeling om tijdens de vaste periode met zoveel mogelijk mensen is minder vlees en vis te eten. Om zo stil te staan bij de hoeveelheid vlees en vis dat wij eten en ook de impact daarvan op het milieu. Er zijn uiteindelijk 3500 mensen die zich effectief hebben ingeschreven via de website. En dus dat waren allemaal vleeseters en die hebben dan wekelijks hun
hun score meegedeeld, hoeveel dagen dat ze die week vegetarisch hebben gegeten. En ja, achteraf hebben die mensen ook allemaal wel gezegd dat ze ervan verbaasd waren hoe gemakkelijk dat het eigenlijk ging. Er zijn natuurlijk wel mensen die het moeilijk vinden, maar net omdat het gaat om een paar dagen minder, zijn veel mensen wel bereid om dat te doen. Ik denk dat het belangrijk is dat je, als je wilt, of dat je wilt dat er iets verandert, dat je dan bij jezelf begint en niet bij iemand anders. Of dat je niet verwacht dat iemand anders het voor je gaat doen, want dan zijn ze een beetje hypocriet bezig. Je kunt ook niet voor alles goed doen, natuurlijk. Dus de wereld is niet zwart-wit. Dat is iets dat ik heel vaak hoor, is dat je bent vegetariër en dan, er zit toch leer aan je schoenen of je riem is toch van leder gemaakt. En dan denk ik, kijk, de wereld is niet zwart-wit, is meer grijs, de grijstinten. Volgens die theorie zou je bijvoorbeeld ook niet op één goed doel mogen storten, maar dan moet je op allemaal storten of je bent hypocriet. Wel, er zijn heel veel mensen vandaag die part-time vegetariër zijn, dus die af en toe vegetarisch eten, dus niet elke dag vlees eten. Dat zijn ondertussen toch wel, ik denk 15, 20 of meer procent van de bevolking. We hebben berekend dat het ongeveer zo'n 100 hectare bespaart op onze collectieve voetafdruk. En dus als je weet dat één voetafdruk of de voetafdruk van één Belg jaarlijks 5 hectare is dat toch al een hele mooie besparing. Moest het effectief zo zijn dat door de vleesproductie dat er te veel CO2 wordt veroorzaakt, dan zou het wel kunnen dat als iedereen 1 of 2 dagen geen vlees eten, dus en zo, dat dat iets minder zou zijn. Maar ik denk dat het niet haalbaar is om iedereen zover te krijgen. Al helemaal de ideeën van donderdag veggie dag, of wat is het allemaal? Ja, dat is een beetje een hype. Ik denk dat de meesten, als ze er niet bij stilstaan, het niet erg vinden om eens een dag geen vlees te hebben gegeten. Totdat je er echt op gaat hameren van nu is het donderdag, nu mag je geen vlees eten. Ja. Ik ben zelf ook zo. Ik vind het niet erg als er eens een dag geen vlees op mijn bord ligt. Maar dan, als dat dan net om die reden is, dan vind ik het een beetje onnozel om met dat kudde gevoel mee te gaan. Wel, impact van zelfs één dag op donderdag vechtdag bijvoorbeeld meedoen of vegetarisch eten, heeft al een grote impact. Zowel op dieren als op het milieu als op de gezondheid. Om het nu in cijfers uit te drukken bijvoorbeeld, één dag per week vegetariër zijn, heeft als effect, als heel België zou meedoen, dat we evenveel CO2 zouden besparen als wanneer we 1 miljoen auto's in de garage zouden laten staan op jaarbasis. Dat is volgens mij gewoon dikke kwetsch. Dat is gelijk, er heeft zo pas op de morgen ook een artikel gestaan over hoeveel water er verloren gaat met het produceren van vlees. Maar daarna zetten ze er wel een lijstje bij, dus eigenlijk gaat het dan gewoon over heel de productie, het transport, het oproepen maken, zo en zo. En dan was het eigenlijk, oké, voor één biefstuk had je 2 keer zoveel water nodig als voor 1 tas thee, maar dan nog vind ik dat bij het produceren van thee of koffie ging er ook immens veel spoelwater en transport en ging er enorm veel water verloren gewoon door het te transporteren en het te maken en het te kuisen en weet ik veel wat er allemaal bij komt kijken van branden en zo. Dus ik vond, zulke cijfers kunnen gewoon enorm van de pot gerukt worden door gewoon te zeggen oké, ik geloof niet dat ze een meetbaar verschil hebben gezien door enkele mensen een paar dagen geen vlees te laten eten. Ze kunnen dat berekenen van normaal zou dat zoveel CO2-productie zijn en door die mensen dat niet te laten eten zou dat dus gereduceerd zijn tot iets minder dan dat. Maar ze kunnen dat niet meten, dat weet ik eigenlijk redelijk zeker. De wereldvoedselproblematiek is een heel hot topic. Hè. We gaan in de nabije toekomst met 9 miljard mensen zitten. We moeten die allemaal voeden. Volgens veel mensen zal het makkelijker zijn om zoveel mensen te voeden als we meer vegetarisch gaan eten dan als we zo massaal vlees blijven eten zoals we nu doen. Omdat we uit gemiddeld stuk grond over het algemeen meer rendement kunnen halen als we dat gebruiken voor plantaardenproductie dan voor dierlijke.
geen enkel voedingsproduct of geen enkel product in het algemeen is natuurlijk zonder een bepaalde milieu-impact, hè, wat de productie betreft enzovoort. Maar veel mensen staren zich blind op de soja in de vegetarische producten, maar ze vergeten daarbij te bedenken dat 80-90% van alle soja hier wordt geïmporteerd voor de, als veevoeder. Dus het is heus niet de, de vegetariërs die grote gebruikers van soja zijn. Het is zo dat heel veel vegetarische producten dus een stuk duurder zijn dan gewone producten, dan vleesproducten. Nu, dat komt voor een deel omdat die producten vaak ook bio zijn en fairtrade. Je kan bepaalde producten niet in een andere vorm kopen dan bio of fairtrade. Dus dat maakt die producten duurder. Ja, meer en meer jongeren zijn wel bezig met duurzaamheid, geloof ik wel. Maar zeker nog niet iedereen. Dus ik denk dat er nog altijd... veel werk aan de winkel is qua sensibilisering en het leeft wel, maar het is niet dat we er al zijn ofzo. Er is nog veel dat kan gedaan worden. Je moet dat voor jezelf uitmaken en iets waar je zelf achter kan staan. En voor mij is dat dan vegetarisme. Als dat een manier is waarop je kan bijdragen aan deze wereld en aan heel de milieukwestie, dan wil ik dat graag doen. Mondiaal vegetarisch te leven, nee, dat denk ik niet dat dat zo realistisch is. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als er mondiaal wat minder vlees wordt gegeten. Ik vrees dat het op een mondiaal niveau dat dat niet echt haalbaar is, omdat vele landen of bijvoorbeeld opkomende landen zoals China, India, dat daar het vleesverbruik ook echt nog aan het stijgen is. Nu, in het Westen is het misschien al zo hoog het vleesverbruik dat het misschien wel gaat minderen, omdat mensen nu meer en meer op de hoogte zijn van de impact daarvan. Maar ik ben er nog niet te optimistisch in. Maar in Vlaanderen voorlopig is er wel een daling, dus dat is wel goed.